Nou, wat leuk dat jullie er zijn. Ik sta net even een kop koffie te maken. Jullie ook een bakkie? Ik woon hier eigenlijk helemaal niet. Dit is mijn tijdelijke huis. Want ik zit in een verbouwing die heel lang duurt. En daar kan ik nog niet wonen in dat huis. Dus dit is even mijn tijdelijke plek. Ik zit hier veel langer dan gepland. De verwachting was eigenlijk in februari in mijn nieuwe huis te wonen. Toen werd het 1 maart, hebben we niet gehaald. 1 april hebben we niet gehaald. 1 mei, 1 juni niet. En ik hoop nu september. Dan hou ik het een beetje positief voor mezelf. Nou, koffie speelt een ongelooflijke grote rol in mijn leven. Koffie is voor mij een moment om wakker te worden, om even tot mezelf te komen. Een verwend moment. Eigenlijk speelt koffie wel oprecht een rode draad in mijn leven. Ik sta 's ochtends op met een kop cappuccino. Dan ga ik terug naar bed, ga ik even werken. En als die kop koffie op is, dan begint mijn dag. Nou, het allerlekkerste aan een koffie thuis, een goede koffie thuis, hè, laten we dat wel eventjes, niet een koffie is niet een koffie, maar een goede koffie thuis, is dat ik rust heb. En geen, ja, sorry, blerende kinderen om me heen heb, drukte, moet wachten voordat ik aan de beurt ben. Gewoon, hup, wanneer ik het wil, heb ik koffie en kan ik zitten en genieten. Ik ga nu van mijn leven nooit meer een huis verbouwen, maar ik weet ook zodra het af is en ik heb rust, dat er wel weer een nieuw project gaat komen. Want ik vind dat inrichten en dat samen iets opbouwen stiekem wat leukste dat er is. Waar ik enorm van droom is een huis in het buitenland. Ik zou heel graag half-half willen wonen. En dan misschien met een leuke B&B of met een soort retraiteplek. Nee, ik vind het wel belangrijk dat ik binnen 2 dagen thuis kan zijn. Dus als er iemand belt, help, dat ik in de auto kan stappen en gas geven thuis ben. Ja, en ik ben gewoon best wel heel gek op Europa. De balans tussen werk en privé is op het moment echt heel ver te zoeken. Het is, eigenlijk is er geen balans. Het is namelijk gewoon werken, slapen en verbouwen. En privé staat een beetje on hold. Dat is wel, zodra die verbouwing voorbij is, gaat er echt wel weer een periode, of dan moet er een periode komen van meer privé. Mijn vrienden zien, samen eten, samen wandelen, koffie drinken, gewoon weer leven. Ik heb eigenlijk geen vast moment voor een ontspanningsmoment. Dat komt gewoon wanneer ik er behoefte aan heb. Ik probeer wel echt 1 keer per dag even te zitten en rust te nemen. Meer leven en minder druk maken. Minder zorgen hebben. Soms denk ik nu wel eens, waarom maakte ik me daar destijds zo druk over? Het was zo klein en het voelde zo groot. Ik heb eigenlijk niet zoveel met trouwen. Maar vorige week waren mijn opa en oma 60 jaar getrouwd. En toen zei mijn vriend, ja, als wij nu trouwen, dan kunnen wij ook ooit nog 60 jaar getrouwd zijn. Toen dacht ik, oh, nou zou het misschien best wel leuk zijn. Maar ik heb dat niet per se. De toekomst ziet er altijd fantastisch rooskleurig uit. Want je maakt je eigen toekomst. Het is maar net met welke bril je ernaar kijkt. We krijgen allemaal vervelende dingen. We krijgen allemaal ellende. En verdriet. En stomme dingen. Maar het gaat erom dat je kijkt naar wat er wel is. En wat mooi is. Ik heb een hele mooie lijfspreuk. Nou, die is eigenlijk een beetje van mijn moeder. Die zegt altijd leef en laat leven. En die heb ik een beetje overgenomen. Dus laat mensen zijn zoals ze zijn. Wees wie je bent. Laat iedereen. En doe je eigen ding. Ja, dat. En dat gezegd hebbende, ga ik jullie eruit gooien. Want ik ga eventjes nog genieten van mijn moment. Even mijn eigen leven. En daarna ga ik weer klussen. Dus bedankt.